Na voettocht van Florence naar Assisi zijn we weer op weg naar huis. In Florence moeten we overstappen en daar hebben we een aantal uren de tijd. Dat wordt dus een bliksembezoek aan Florence. Er zijn vandaag duidelijk meer mensen op het idee gekomen om Florence te bezoeken. En daar staat hij dan, de imposante kathedraal van Florence, de Santa Maria del Fiore, de op drie na grootste kathedraal van Europa. De bouw heeft meerdere eeuwen geduurd en het resultaat mag er dan ook zijn hier op de Piazza del Duomo. In de kathedraal zelf mag niet gefilmd worden, maar dankzij Google Earth kunnen we er toch rondkijken. Tegenover de dom staat het Battistero, de doopkapel. Op de vergulde bronzen deuren zien we bijbelse voorstellingen. Via een drukke winkelstraat bereiken we de Piazza della Signoria. Met zijn middeleeuws karakter is het het beroemdste plein van Florence. Op het plein onder andere beelden van Ammanati, Donatello en niet te vergeten Michelangelo. Deze hoort niet thuis in het rijtje. Hier zit Cosimo de Medici hoog te paard. Op deze plek werd in 1498 de monnik Savonarola als ketter verbrand. De verbouwing aan het Uffizi Museum wordt kunstzinnig aan het oog onttrokken. We gaan verder in de richting van de rivier de Arno om de middeleeuwse brug Ponte Vecchio te bekijken. En hiervoor kwamen we naar de Ponte Vecchio. De tijd begint te dringen en dus gaan we weer op weg naar het station. Zouden dit Hollanders zijn? En dan de plotselinge rust van een boeddhistisch tempeltje. Er zijn mensen die voor dit gekras geld over hebben. Vlak bij het station hebben we nog uitzicht op deze kerk en met een laatste blik op Florence nemen we afscheid.